Bernard Wesseling en de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal. Het is een mond vol. Het is ook een duidelijk beeld. Tenminste, ik zie wel een ei voor me waar een eidooier in ligt, althans. Het doet me een beetje aan Charles Bukowski denken. En de bundel doet hij ergens ook aan denken, maar niet helemaal. Het is afwisselender dan dat. Ik was er erg door gegrepen en gefascineerd. Er zitten regels in. Op een zeker moment staat een ik-persoon op een markt in Frankrijk, is zijn vriendin kwijt. En in vertwijfeling leunt hij op een meloen bijvoorbeeld. Het zit vol rare beelden. Eén heel echt treffend gedicht in die bundel is ook. Het gaat over een schoolplaat met amfibieën in een moeras. En die zijn allemaal op hetzelfde moment daar. En dat grijpt allemaal heel vernuftig in elkaar. Het is echt alsof er een rariteitenkabinet in elkaar grijpt. En nou, het is een lach, een traan. De dood ligt op de loer, maar het gaat ook over geluk. Niet voor niks won hij al een keer de C.S. Budding prijs voor zijn bundel Focus. Naar de daken werd ook er helemaal in geprezen. En dan nu dus. En de dag ligt open als een ei in zijn gebroken schaal. Ga dat lezen. Topbundel.